Leuk hè, spelletjes? Spelletjes zijn altijd weer een makkelijke ingang om de aandacht te trekken, om de betrokkenheid te vergroten, om iets te oefenen ook, of uit te wisselen. En spelletjes zijn een fantastische manier om samen plezier te beleven. En dat is ook de reden waarom ik heel graag spelletjes gebruik in mijn werk. Thuis, in de klas, op de groep, waar dan ook. Ik gebruik overal spelletjes. Gewoon spelletjes, zoals je ze hier ziet. En daar maak ik dan een activiteit van. En die activiteit voer ik niet zelf uit. Nee, dat laat ik doen door mijn pop. Een pop maakt het namelijk nog gemakkelijker om mee te doen. En dat is een win-win situatie. Het kind oefent met dat wat ik wil, waar het mee oefent. Of leert dat wat ik wil dat het leert. En het kind zelf ervaart de activiteit als een spel, waar het heel graag aan mee wil doen. Nou, dat is fantastisch toch? Maar dan komt wel gelijk je eerste uitdaging, want hoe maakt jouw pop het doosje open? Het lijkt misschien een futiliteit, maar je zal echt niet de eerste zijn die er tijdens de activiteit achterkomt dat jouw pop dat ding niet open krijgt. Ga niet open. Krijg hem niet los. Oeh. Ja, als dit je overkomt, dan heb je geen goede start van je activiteit. Dan ligt je op de grond kaartjes bij elkaar te rapen. Dan is er onrust en chaos in plaats van rust en aandacht. Dus nadenken over die doosjes, dat is echt geen overbodige luxe. Nee, nee. Dus maar hoe moet het dan wel? We zijn aan de gang gegaan met blikjes, met kaartjes, met puzzels, met domino's, met kwartetten. En we hebben bij alles gekeken, hoe lukt het wel? Dus als jij daar nieuwsgierig naar bent, abonneer je dan op ons kanaal en je ziet ze vanzelf allemaal langskomen. Oh ja, dobbelstenen, die hebben we ook nog. Deze neem ik mee voor het volgende filmpje.